De tweede wedstrijd in het zwaargewicht toernooi gaat tussen Benji Zimmerman en Frank Muñoz uit Spanje. Hier Benji Zimmerman. En de vriend Frank Muñoz speciaal opgereisd. Zou je hem te kruisen? Yes, no, how? Are you going to win tonight? Yes, I'm going to win tonight. Duidelijke taal dus van Zimmerman. Hij wil gaan winnen. Hier is een opponent. He's too much confident because I came from Barcelona to Amsterdam just for a show to everybody. Hij komt uit Barcelona en wil laten zien wie en wat hij is. Win. I don't know if I win for knockout. I like it, but everybody, all the crowd, is gonna like my fight. Iedereen zal zijn wedstrijd leuk gaan vinden. Je opponent. People in Amsterdam haven't seen the real Benji yet, you know. So I have to prove to the people that I will knock the people out. I'm so more faster than him. I must to put good pressure, which pressing with him, and then make combos, good combos, in out, and watch out with the hook and the right hook. That's it. Not too much secrets. Duidelijk taal. Veel stoten, ik sneller en beter dan hij. Al dus deze lange man, deze Frank Muñoz. My condition is better this time. But this year I have to show myself from another side. See you after the first one, match. Okay, who's? Have a good tournament. Yes, thank you very much. Hier is hij dan. Benji Zimmerman. Uit Breda. Voor een Lurie Vechter. Ja goed, niet alleen Golden Glory natuurlijk, het begeleidingsteam daar bij hem ziet u. Fred Royers met zijn begeleiders in de hoek van Kickboxing Arnhem. Hier de gegevens, Benji Zimmerman in beeld, 26 jaar jong en nog een hele toekomst voor is. 118 kilo bij 1,96 meter. Benji is de laatste tijd ook veel druk geweest in het boksen. En ben benieuwd wat hij daar vandaag van kan laten zien. Well, hij draait goed in het boksen. Hij heeft een Nederlands team ook mee, het Dutch Windmill team. En dat gaat gewoon uitstekend. Hij is uiteraard geen bokser, hij is een Muay Thai en een kickbokser. Maar dat boksen helpt hem uitstekend om zijn prestaties te verbeteren. Hier tegenstander Frank Muñoz, ongeveer even lang. En een man die heeft gezegd van tevoren, ja, ik kan het winnen. Ik ben hier gekomen uit Spanje om die partij te winnen. En ik ga het laten zien. Hij is 26 en een stukje lichter dan Timon. Hij weegt 96,5 kilogram. En hij heeft er 34 gewonnen, waarvan 12 voortijdig. Ja, daar zit toch gauw 22 kilo tussen. Hier Zimmerman in beeld. En dat, nou, dat is vrij veel voor een man van 100 kilo, Muñoz. Je ziet het verschil in bouw ook duidelijk. Verder niet zoveel bekend van de Spanjaard. En Zimmerman kennende heeft hij voldoende in huis om hier in ieder geval eerst de eerste ronde te bekijken wat hij voor zich heeft zonder veel schade op te lopen. We kijken of het waar is wat Zimmerman zegt. Hij heeft zo'n 14 kilogram gewicht verloren en is daardoor een stuk bewegelijker geworden. Hij moet vooral zorgen dat hij niet te veel tegen deze Muñoz blijft aanplakken. En vooral de wedstrijd maken. Dat kan Benji Zimmerman die toch meer en meer zijn plaats bij de zwaarwichten op wil eisen. Wat ik al zei, hij traint uiteraard met de Golden Glory mensen in Breda. Komt uit voor het kickboxing Arnhem. En dat doet hij al jarenlang vanaf zijn beginperiode. Maar hij heeft natuurlijk ontzettend veel baat bij het feit dat hij met zulke grote top zwaarwichten kan sparren. Denk aan zijn neef Errol Zimmerman, natuurlijk een man van formaat. En de rest die allemaal hebben daar bij de Golden Glory team. Goeie knie daar van de Spanjaard die echter onbarmhartig opzij wordt gekwakt door Zimmerman. Zimmerman die vooral sterk overtuigt met het bokswerk zoals wel een beetje verwacht. Goeie voorste hand. En het zijn geen prikstootjes om punten te maken wat Zimmerman maakt. Het zijn allemaal zware stoten zoals deze rechterhand hier. Ja, Zimmerman die wil ook iets bewijzen. Hij heeft een punt. Hij zegt, moet je luisteren. Ik ben lid van de Golden Glory team, maar ik wil verder, ik wil meer en ik denk dat ik meer kan. En natuurlijk, nou, hier en daar wat lastige partijen gehad in het voortraject voorgaande jaren.
die niet al liep zoals hij wilde. Vandaar ook dat hij driftig op dieet is gegaan. En dan zie je ook, hij is bewegelijker geworden, sneller geworden. En vooral dat boksen erbij, dat heeft hem ontzettend veel rol en veel zelfvertrouwen gegeven. Heeft ook meegedaan op het WK, WK-boksen, en kwam daar toch twee ronden verder. Dus ja, dat is niet verkeerd. Ja, wat je ook ziet is dat hij handig en goed met zijn handen en zijn vuisten de punten scoort zonder zijn benen te hoeven blesseren. We zijn een toernooi aan het vechten. En waar het niet nodig is, is het prettig om geen blauwe plekken aan je benen op te lopen. Waar je die in de eventuele volgende partij hard nodig kunt hebben. Vooralsnog Munoz die zijn dreigementen voorafgaand aan de wedstrijd niet echt waarde kan maken. Zodra het lastig wordt, pakt hij beet, klemt hij af. En Timmerman die vooralsnog hier in deze eerste wedstrijd de boel goed blokkeert. Wachten is op het aanvalswerk van Munoz. De man in rood uit Spanje. Die weer nodeloos vasthoudt. Begrijpelijk natuurlijk wel. Timmerman heeft toch wat zwaarder. Heeft wat meer massa in huis. En daar loopt Munoz zich vast tegen Timmerman. Vangt hem op met de knie. Goed werk. Duwend werk van de Spanjaard. Ja, de clinch moet Timmerman voor zijn. Want die Spanjaard die maakt de partij daar wat zelf stroperig van wat niet nodig is. En met het stotende werk van Timmerman, een beetje vervelend met de knie. Het werk van de Spanjaard. Daar kan hij goed de afstand mee bewaren en het spel mee domineren. De trappen van de Spanjaard, die mag hij wat sneller overnemen. Ja, ook hier scoort Munoz op stoothoek. Kijk, dit is het stotende werk waarmee hij gezag uitoefent. Hij moet zo niet al te veel naar voren valt. Einde van deze eerste ronde. Timmerman loopt dus ook terug hier. De man hebben bijgestaan, de mannen van Sportschool Vos. Hier Munoz, Frank Munoz. Kijk naar de actie, de knie, de probeerslos in ieder geval van Munoz. En de zwaarte stoot van Timmerman die ervoor zorgt dat Munoz op zijn achterwerk belandt. Ja, het zit in de familie, hè, dat Timmerman. Errol Timmerman, deze Benjamin Timmerman. Hier in de hoek van Zimmerman. Op zich rustig ademend, overzicht, overleg met zijn coach en de Spanjaard. Ja, de vraag is natuurlijk voor altijd in zo'n eerste wedstrijd, hoeveel geef je? Voor hoeveel ga je? Want ja, je weet, hier komt een wedstrijd na, er komt nog een partij bij. Dan wil je niet meteen voluit gaan, het risico blessures lopen. Je moet dat een beetje doseren. En normaal, toernooivechten is een kunst apart hoor. En dit is dan nog maar een viermans toernooi, dat staat een achtmans toernooi, waarbij je dus maar liefst drie partijen op een avond moet maken. Dan moet je wel van zeer speciaal hout, zeer speciaal hout gesneden zijn. Goed. Benji Zimmerman en Frank Munoz uit Spanje.